om dorpsonderzoekers beter te leren omgaan met het effectief verzamelen en verwerken van de data in de dorpen, heeft de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, FITS, een database training georganiseerd. 15 dorpshoofden uit onder andere Pierre Condré, Alfonsdorp, Marijkendorp en Galibi hebben deelgenomen aan deze training. Margriet Biswane, kapitein van Alfonsdorp, tevens bestuurslid van de FITS, vindt deze training bijzonder belangrijk, omdat het zal bijdragen aan het ordenen van de verschillende data in de dorpen en ook een gestructureerd karakter geeft bij het aangaan van internationale samenwerkingen. Want het is ook goed voor ons als we tenminste projecten willen indienen en dat soort dingen. Je moet antwoord kunnen geven hoe je eigenlijk je dorp eruit ziet, hoeveel mensen er zijn en dat soort dingen. En ik vind, persoonlijk vind ik het een heel goede training. We willen tenminste wij, de Klim, we willen alles weten. Hoeveel mensen hebben we in het dorp? Hoeveel kinderen? Hoeveel schoolgaande? Wat zijn de voorzieningen die in het dorp zijn? En dus dat soort dingen. Dus die dataverzameling is geweldig belangrijk. Alida Kasi, Basha van Marijkendorp, stelt dat het volgen van deze training in nieuwe relatie staat met de grondrechten van de inheemse. Je bent pas als traditioneel gezag verplicht je dorp te kennen en dat kan alleen als je weet hoe je data moet verzamelen en verwerken, zegt Kasi. Voor mijn dorp, zoals ik heb aangegeven, als je gaat eerst de kapitein moeten, dus het bestuur, moeten interviewen. Het is belangrijk dat als je kapitein of basha bent van een dorp, dat je dorp sowieso moet kennen. Je moet weten hoeveel mensen in je dorp wonen. Je moet weten als wie in je dorp bijvoorbeeld aan visvang doet, aan jacht doet. En als je, hoe je bos eruit ziet. Begrijp je? Dus het is heel belangrijk. En voor de mensen zelf die je gaat interviewen, zo komen zij ook te weten hoe en wat hun dorp allemaal inhoudt. Dus ik vind het belangrijk. Het is de bedoeling om de tijdens deze training verkregen informatie vanaf 17 april toe te passen in de dorpen. Dit zal worden gedaan door middel van het afnemen van interviews door de getrainde dorpsonderzoekers. Aan de hand van de training zal deze data worden bewerkt en opgeslagen.